Nog een medewerker voor het kogelstoten, alsjeblieft. Er wordt een medewerker gevraagd aan het kogelstoten. Bobby Koekuit heeft uiteraard die winst al gehaald voor de EK-belofte in Nijvelen. En nu dus voor haar uitstekende gelegenheid om nog wat meer competitie in te doen. Na het avontuur met de Belgian Cheetahs, de World Relays. Het is Koekuit die naar het eerste laatste rechterrijding gaat in strijd met Nora Ritsen. Het is Koekuit die nog wegloopt van anderen in de laatste rechterlijn. 58-31 was haar persoonlijk kort en nu 57-20 voor Pauline Koekuit.